hele kleine moleculen. Hi, welkom bij deze video. Voordat je deze video gaat bekijken, wil ik je vertellen dat er een website is, www.digistudies.nl, en daar vind je nog veel meer video's van alle examenonderwerpen die je maar kan verzinnen, met bijpassende begrippenlijsten en examenvragen. Kortom, de ideale online examentraining. Maak daar gebruik van en heel veel succes met leren. Leuk dat je kijkt naar dit filmpje over de huid. Je huid is het grootste orgaan van je lichaam en zorgt voor een barrière tussen de binnenkant en de buitenkant van je lichaam. Super belangrijk dus. Je huid is opgebouwd uit 3 verschillende lagen, namelijk de opperhuid, de lederhuid en het onderhuidsbindweefsel. Ook gaan we kort even kijken naar wat haren precies zijn en wat ze doen met je huid. De opperhuid bestaat uit een hoornlaag, die bestaat uit dode huidcellen, en een kiemlaag met delende cellen en zenuwuiteinden. Vooral de zenuwuiteinden van je pijnzintuigen zitten in deze kiemlaag om pijn snel te kunnen registreren en door te kunnen geven aan je zenuwstelsel. De opperhuid is eigenlijk de laag waar je direct op kijkt als je naar je huid kijkt. Hij zorgt voor een fysieke barrière, oftewel een fysieke laag, tussen de buitenwereld en de binnenkant van je lichaam. Onder de opperhuid zit de lederhuid. De lederhuid geeft je huid zijn stevigheid. Het is een laag van levende cellen waar ook haarvaten, ook wel de kleine bloedvaatjes van de huid geheten, haarzakjes, talgklieren, haarspieren, zweetklieren en andere zintuigen dan pijnzintuigen liggen. De haarvaten in de huid zorgen ervoor dat alle cellen in je huid genoeg voedingsstoffen krijgen en hun afvalstoffen kunnen worden afgevoerd. De haren die uit je huid steken komen uit de opperhuid en zitten verankerd in een zogenaamd haarzakje. Hierin zit de wortel van de haar vast aan de huid en krijgt de haar zijn voedingsstoffen. Aan ieder haarzakje zitten ook haarspiertjes. Deze spiertjes zorgen ervoor dat de haren in je huid recht overeind kunnen gaan staan, bijvoorbeeld bij een spannende film of als je het heel koud hebt. Het doel van de haren is zorgen voor isolatie, dus het behoud van warmte of koelte voor je lichaam. De talgklieren van je huid produceren talg. Talg maakt je huid en de haren die uit je huid steken wat vettig en daardoor kunnen ze vocht beter afstoten. Dit beschermt je lichaam beter tegen de invloeden van buiten het lichaam en tegen uitdroging. De zweetklieren van je huid produceren zweet. Dit zweet wordt geproduceerd om de temperatuur in het lichaam niet te hoog op te laten lopen, zoals bij zware inspanning, warm weer of beide. Als laatste zijn er nog andere zintuigen in je huid aanwezig dan alleen de pijnzintuigen die we eerder hebben genoemd. Deze andere zintuigen liggen in de lederhuid en je kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan drukzintuigen en temperatuurzintuigen. De laatste laag van je huid is het onderhuidsbindweefsel. In dit onderhuidsbindweefsel bevinden zich vetcellen en daarin wordt, zoals je vast wel kunt vermoeden, vet opgeslagen, wat later als energiebron in je lichaam gebruikt kan worden en ook een isolerende functie heeft. Dat was het alweer voor deze video. Vond je dit nou een fijne manier van leren? Kijk dan even op digistudies.nl. Daar staan namelijk nog veel meer en uitgebreidere video's van alle examen- en schoolexamenstof. Geef ons ook even een like en abonneer je op ons kanaal. Doei!